De buurtpolitie op een zondagochtend in Kinepolis. Wat is daar de reden van, commissaris? Is er een bommelding geweest? Geen bommelding, maar toch een melding dat er zeer veel kinderen nog geen rode neus hadden. En vandaar dat wij absoluut hebben moeten ingrijpen. Ik heb de helft van mijn korps, we zijn hier met 6 mensen, de helft van mijn korps moeten inschakelen. Zelfs Patrick, die normaal het onthaal moet verzekeren, ook op zondag. Zelfs Patrick is moeten meekomen, want dat was echt niet te doen. Zoveel rode neuzen die we nog moesten aan de kinderen kunnen verkopen. Hè. Waarom doen jullie dit precies, Patrick? Het goede doel. Wij altijd als, als we moeten opgeroepen worden voor een goed doel, dan zijn we erbij. En de rode neus is een klassieker geworden bij ons. Elk jaar doen wij iets voor de rode neuzendag. Goed, jullie doen nog andere dingen ook voor de rode neuzendag? Ja, inderdaad. Zo is er binnenkort VTM achter de schermen, alleen Medialaan achter de schermen. En daar ga ik zaterdag 17 november ook aanwezig zijn. Ja, ik ben de 18e, want ik zit tot de 17e in het buitenland. Dus ik land de nacht van 17 op 18. Dus en dat is landen, douchen pakken, denk ik, en naar Medialaan vliegen. Maar dat is altijd heel leuk. De mensen krijgen daar een blik achter de schermen, wat er op Medialaan afspeelt. En ik denk dat mijn zus waarschijnlijk de mensen gaat in ontvangst nemen en goed begeleiden in uniform. En ik ga daar in de zetel van The Voice iets anders doen. Maar meer mag ik daar nog niet over zeggen. En dan moet je gewoon komen naar Medialaan achter de schermen, zou ik zeggen, hè, toch? Ja, zeker afkomen, want het gaat echt de moeite zijn. Het gaat voor mij ook de eerste keer zijn dat ik dat meedoe, want jullie hebben dat 2 jaar geleden ook al gedaan. Ja, ja, ja. Dus ik ben ook heel benieuwd en ik ben vooral ook heel benieuwd om jullie te ontmoeten allemaal. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Het is voor een goed doel, hè. Dus voor kinderen met psychische problemen, voor die te steunen. Dus die kinderen hebben dat eigenlijk wel nodig. En ik vind dat wel een goed initiatief, dat wij eigenlijk, de acteurs van de buurtpolitie, de 2 films laten afspelen. En alle mensen die dan een ticket hebben gekocht, dat gaat integraal naar de rode neuzen. Juist, hè, filmpje. Dus we hebben er ook zo een, hè. Ik zal hem opzetten, voilà. Hè. En de rest heeft eigenlijk ook een rode neus gekocht. Hè. Dus hoeveel meer mensen zo'n rode neus kunnen kopen, ja, dan zijn wij content natuurlijk, hè. Ja, of niet? Dat staat er nog wel. Ja, jij ook. Ik kan wel niet meer ademen. Ja, jawel. Dat is wel lastig. Dat is wel moeilijk. Maar. Gaan jullie nog dingen doen voor Rode Neusdag? Wij gaan iets doen in de slotshow in het Sportpaleis op 30 november. Maar ik weet eigenlijk nog niet wat. Maar het gaat wel iets leuks zijn, sowieso. Dus allemaal komen. Ja. Gaan jullie zingen? Nee, ik kan niet zingen. Allee, ik weet niet, Femke, misschien, ik weet niet. Ik kan ook niet zingen, maar voor een goed doel wil ik dat wel proberen. Ja, voilà. Ja, we kunnen het proberen natuurlijk, maar ik denk niet dat wij gaan zingen. Ik denk dat wij, ja, ik weet het eigenlijk niet. Een act gaan doen, denk ik, ik weet niet. Maar we weten eigenlijk nog van niks. Ja. Misschien is dat het grote probleem, dat jullie nog niet weten dat jullie moeten gaan zingen. Ja. Dan ga ik daar toch nog eens over nadenken. Want ik wil niet dat het Sportpaleis leegloopt op een 2 minuutjes tijd. Dus. Ja.